Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto, 16 december 2017. Hij raast maar door en door, hè? Onze goede oude vriend Bitcoin. Vandaag weer zo'n psychologische barrière geslecht, de 18.000 dollar lijn. En ja, wat dan gebeurt, hè? Er zijn ontzettend veel sell-orders, hè, die op die 18.000 zitten. En daarboven, als je daar doorheen breekt, dan is het allemaal nog maar peanuts, hè? Dan hebben de kopers verreweg de overhand ten opzichte van de verkopers. En dan krijg je zo'n doorstoot naar een topje van 18.800. En inmiddels zitten we op 18.649. Wel, kijk, we zitten met de RSI, hè, de Relative Strength Index. Als je niet weet waar ik het over heb, kun je mijn filmpje erop terugkijken. Zitten wij heel erg hoog. En ja, moeten we misschien een beetje weer onder die 70.000 komen. Maar ja, we hebben in het verleden ook gezien dat Bitcoin daar wel een poosje boven kan blijven. Maar ja, we zijn in ieder geval flink doorgegroeid. En ja, ik weet mezelf, hè, ik hoor het me nog zeggen de afgelopen weken steeds, dat Bitcoin, als we ook naar de 1-dagkaart kijken, dat Bitcoin erg hard gegroeid is. Het afgelopen jaar sowieso, maar deze parabolische groei, de lijnen die ik hier heb getrokken, dat er een keer een correctie zou moeten gaan plaatsvinden. Dan zijn er wel van die kleine correcties geweest, maar die grote correctie, ja, misschien moet ik mijn eigen doelen ook wel bijstellen. Let wel, wat ik heb verteld, daar heb ik zelf ook naar gehandeld. Ik heb wat posities apart gezet, wat omgezet naar USD Tether. Ik weet het is risicovol, hè? Maar inmiddels ben ik daar niet meer zo zeker van. Het zou best wel eens kunnen dat deze groei voorlopig nog wel doorzet. Er is zoveel bewustwording in de wereld nu omtrent cryptocurrency. Al moet ook gezegd worden, de andere kant. Ik neem een paar nieuwsberichten even met jullie door. Kijk, en deze, daar doe ik bijvoorbeeld op. Van, hebben we het nog wel over een. Die parabolische groei, is dat nog wel eentje van een gewone handelsbeurs? Of is die parabolische groei die we nu zien, die curve omhoog, is dat een adoptiecurve? Kijk, zoals hier bijvoorbeeld, pak er maar eentje vanuit, elektriciteit, vanaf 1900 zijn intrede in dit geval Amerikaanse huishoudens, maar je kunt dat met een paar jaar vertraging ook op de Europese plakken. Dat gaat ook steil omhoog en blijft dan op een heel hoog, ja, op een 100% adaptieniveau. Dat kun je ook voor allerlei andere technologische aangelegenheden terugvinden die in ons leven hun intrede hebben gedaan. En dat is een van de laatste hier, de cellphone, de mobiele telefoon en het internet. Dat gaat recht omhoog. Nou ja, die cryptocurrency. En ja, de grote voordelen ten opzichte van de fiat currencies. Het zou best wel eens kunnen dat we te maken hebben met een adoptiecurve. En dan gaat die vlieger van, er moet nu een hele grote correctie komen, wellicht helemaal niet op. Kijk, ik zeg niet dat het dit is, hè. Sowieso wil ik nog voorzichtiger zijn met voorspellingen doen dan ik al deed. Ik zeg wel, hou dit ook in je achterhoofd dat het dit ook kan zijn, hè. En dat misschien die only way is up. We zitten nog 2 dagen van de CME Group vandaan. Hè? De CME Group die ook in de futures gaan handelen. En ten opzichte van de eerdere, ben even de naam kwijt van die futures trading group, is dit wel een hele grote speler met heel veel grote jongens. En daar moeten we voor oppassen. Kijk, CryptoRant, die ik volg op Twitter, die zei het heel treffend. Slecht nieuws. Hè? Ze gaan niet alleen maar je portfolio hartstikke mooi omhoog pompen. Die grote jongens met heel veel geld. Zoals heel veel blinde gelovers denken. Ze gaan heel veel slimme jongens inhuren. Die erop uit zijn om het geld uit jouw zakken te persen. En vanaf januari 2018. Maar je kunt er ook even goed over 2 dagen, 18 december voor neerzetten. Dan start het spel. Dus dan. Ja, wat gebeurt er dan? Je zou dan bijvoorbeeld kunnen verwachten dat op bepaalde verschillende coins in één keer de boel ontzettend hard gaat dalen, omdat er al heel veel op is ingekocht. Of er vindt eerst een flinke stijging plaats en je denkt, ik wil erbij zijn. En daarna een ontzettende, dus de pump en dump. Nou ja, in ieder geval allerlei strategieën die zij hebben om ervoor te zorgen dat jij in een val gelokt wordt.
Dat je in je emoties meegaat en de boel allemaal verkoopt of juist gaat kopen. En even daarna dan komt hun plan verder in werking en ben je alles kwijt door je eigen impulsiviteit weliswaar. He, dus het is heel belangrijk om je daar bewust van te zijn dat er grote haaien in de zee rondzwemmen die erop uit zijn om jou in je staart te bijten. Deze hadden we gehad. Ja, dit is een voorspelling, hè, $20.000 bitcoin voor het einde van het jaar. Ja, we weten wel dat die gaat gebeuren. Maar 99% van de wereld heeft nog geen idee dat we met de grootste monetaire revolutie in 5000 jaar te maken hebben. En dat die pas deze herfst echt is begonnen, hè, met de parabolische groei. Ja, en het is niet zozeer alleen een financiële revolutie, een economische revolutie, als wel ook een sociale revolutie. De implicaties van wat cryptocurrency voor de mensheid gaat doen, die zijn immens. Hè. Als je bijvoorbeeld, laatst Horizon State bijvoorbeeld genoemd, hè, als een instrument om het stemmen democratischer, eerlijker te maken, voor alle mensen toegankelijk, ook in die landen waar onderdrukking is. Kijk, het is natuurlijk de vraag in beginsel of die landen daar gebruik van zullen maken. Hè. Daar ben ik natuurlijk ook wel bewust van. Maar al die geldschraperij buitenspel zetten, ik denk dat we daar heel veel, ook op sociaal oogpunt, heel veel goede stappen kunnen gaan maken. We moeten natuurlijk wel zorgen dat als we die nieuwe wereld die we met z'n allen aan het creëren zijn, dat het geen blauwdruk moet zijn van de wereld zoals we die nu hebben, wanneer we het hebben over het gebied van oneerlijkheid. En een oneerlijke verdeling van de welvaart. En ik hoop, en misschien ben ik daar een idealist in, maar ja, ik zie daar heel veel goede tekenen voor aan de wand, dat we met cryptocurrency, met blockchain, naar een eerlijkere wereld gaan. En de overgang van een eerlijkere wereld naar dit nieuwsartikel, dat is best een grote. We hebben het hier over Bitfinex. En zoals je weet, hè, is er een nauwe relatie tussen Bitfinex en USD Tether. En de afgelopen periode heeft Tether volop in de niet zo positieve belangstelling gestaan. Hè, omdat er ontzettend veel Tethers bijgedrukt worden. Dat kun je dit hier zien. Ik weet niet of het voor jullie heel duidelijk is. Het is een beetje een onduidelijk plaatje. Maar iedere keer komen er nieuwe Tethers bij. Hè, in het blauwe hinein. En Tether beweert dat die allemaal gebackt worden door fysieke US dollars. Of op een bankrekening, hè, natuurlijk. Er zijn geen hele kluizen meer met dollarbriefjes wat dat betreft. Maar de vraag is of dat zo is. He, onlangs waren ze nog gehackt hier voor $30 miljoen. En dan kom je misschien tetters tekort. Maar in de dagen daarna is er $300 miljoen bijgedrukt. En welke bank zou nou geld gaan geven aan Tether om die tetters te kunnen creëren als zij net een hack hebben gehad? He, dat stinkt al. Dus wat is er toen gebeurd? Toen heeft Bitfinex, met dezelfde CEO als Tether, die heeft een PR-bureau ingehuurd. En die hebben dus die Alice gestuurd, deze man, Chris Alice. En daar hebben we de laatste tijd niks meer van gehoord, de afgelopen 11 dagen. En in eerste instantie was hij op de hand van USD Tether. Hij zei, nou, ik geloof dat het allemaal wel in orde zal zijn. Maar als ik iets ga vinden, want hij was degene die een onderzoek zou gaan doen naar de solvabiliteit van Tether. En of alles ook klopt, of het ook daadwerkelijk gelinkt is aan US dollars. Als ik daar onrechtmatigheden in vind, dan zal ik de eerste zijn die hier de hele boel zal opblazen. Zo heeft hij het ongeveer verteld. En je moet het artikel er zelf maar eens over nalezen. Dan doet hij daar nog meer een aantal uitspraken over. Maar op een gegeven moment, hij is dus onderzoek aan het doen ondertussen. En op een gegeven moment zegt hij, ik heb een kopie van een document gevonden. Ik heb een verzoek om de ambassadeur van Canada om erover te praten. Nou, en de laatste tweet die hij dan heeft verstuurd is, geen bank zal een dergelijke lening aan een cryptozaak uitlenen. Tether maakt geen hoge winsten, maar er is heel veel, zijn heel veel deposits, heel veel interesse om die in het Tether product, zeg maar. Hè. Er worden heel veel Tethers gekocht. Nou, dat is een beetje een vage uitspraak, maar hij is waarschijnlijk ergens opgestuit. En daarna, vanaf 4 december, horen we helemaal niks meer van die beste man. Dus ja, iets of iemand, die legt hem het zwijgen op.
En dat is natuurlijk een zaakje wat stinkt en iets wat we heel serieus moeten nemen. Aan de andere kant hebben we die bitcoinprijs die hoger en hoger schiet en al onze altcoins die schieten ontzettend omhoog. Maar ik vind dat Tether vind ik toch een gevaar, een beetje zo'n zwaard van Damocles wat op de achtergrond meespeelt en wat op een gegeven moment op onze hoofden kan gaan vallen. Want als Tether valt, als SEC een inval gaat doen bijvoorbeeld bij Tether en ze gaat onderzoeken, dan gaat de koers, gaan alle koersen ontzettend onderuit. Dus ja, Tether vind ik toch wel een zorg. Nou, dan gaan we even nog naar een aantal trades kijken. Een beetje naar de markt kijken. Bitcoin hebben we net al nagekeken. Die zou zo naar 23.000 door kunnen schieten. Niks verbaast me meer. En ik weet niet wanneer er een pullback gaat komen. Eerlijk is eerlijk. Ik werd door Nicholas Merton werd ik gebracht op deze Wabi. Ik had er nog niet van gehoord. Maar ze werken met zo'n chip die je op producten kunt vastzetten. Om ervoor te zorgen, om te garanderen dat ze verzegeld zijn gebleven. En denk daarbij, dat gaf Datadash als voorbeeld aan het schandaal bijvoorbeeld met de babyvoeding in China. Daar is er mee gesjoemeld. Er zijn talloze baby's overleden of ernstig ziek geworden in een ziekenhuis terechtgekomen. In China is er heel veel wantrouwen ten aanzien van producten en ten aanzien van de regering en hoe dat allemaal geregeld wordt. En je weet hè, dat zelfs in Nederland worden de schappen van babyvoeding leeggeroofd. Dat is maar één voorbeeldje van waarbij het heel belangrijk is dat de koper er zeker van is dat er niet gesjoemeld is met een product. Nou, dat kan door middel van zo'n chip en Wabi die legt al die zaken dus vast op de blockchain. Die chips van ieder product zit een chipje erin. En op het moment dat die verzegel verbroken wordt, dan is hij niet meer te scannen. Dus iedere consument die kan zo'n chipje scannen. Dit product, deze blockchain, is nog maar net op de markt. Er is ontzettend veel interesse nu gegenereerd. En ik heb er ook op ingekocht inmiddels. Ik heb er op dit niveau ergens op ingekocht. Ik sta een klein beetje onder nu. Ik had natuurlijk lager in willen kopen, maar hij zou zo waar nog wel eens een aantal keren over de kop kunnen gaan, deze cryptomunt. Ik zeg niet dat je moet gaan kopen, je moet altijd zelf je onderzoek doen, maar Wabi is wel een interessante nieuwe speler en bijvoorbeeld te verkrijgen dus op Binance. Ja, en dan gaan we nog even naar NIO. NIO is zo'n munt die al vanaf begin augustus alleen maar een neerwaartse lijn kent. Zo ongeveer. En hier. Maar bij NIO, die heeft ook hier, deze lijn moet ik er ook al tekenen. Kijk, dit is ook een supportlijn. Met hier had hij daar al support op gevonden. En hier opnieuw. Dus je ziet dat hij daar omhoog stuit. Heel mooi zou zijn als je nog een dubbele stuiter zou kunnen maken op die lijn. Maar in deze driehoek vindt ook een vernauwing en er zal dadelijk een keer een uitbraak gaan plaatsvinden. En rondom NIO zijn enkele interessante ontwikkelingen in de komende maand gaande. Ik zou dat zelf ook maar eens opzoeken op de cryptokalender. Daar heb ik jullie al eerder op geattendeerd. Maar NIO zou mogelijk wel eens dus een mooie sprong naar boven kunnen maken. Is een hele gerenommeerde bekende munt. En heel veel van die bekende munten, Litecoin, Ripple, noem maar eens een aantal, zijn al de afgelopen tijd met grote sprongen omhoog gegaan. En NIO is nog zo'n slapende reus die wel eens een van de volgende zou kunnen zijn die sprongen omhoog gaat maken. Dus in ieder geval goed hem in de gaten te houden. En als hij hier bovenuit weet te breken, en bovenuit dan hebben we het op een niveau, over een niveau van, boven deze lijn bedoel ik, hè, die weerstandlijn, als hij daar bovenuit komt, en dan zou je ongeveer moeten zitten op een 334.000 Satoshi. Nou, dan ben ik benieuwd hoe ver je gaat komen. En je kunt natuurlijk al een beetje werken met Fibonacci. Wacht even, dan is hier de 0%. Nou, dan zou die eerste sprong, hè, waar die weerstand gaat vinden, ergens hier rond 660.000 Satoshi moeten zijn. Al is trouwens deze 500.000 Satoshi ook zo'n lijn, hè, die even doorbroken moet worden om weer hoger te kunnen groeien. En zo'n lijn waar je je eerste winst al zou kunnen afromen en daar nog een portie winst afromen. Nou ja, je kent het verhaal rondom Fibonacci wel. Ken je het niet? Kijk daar even mijn filmpje op terug.
En verder, ja, Bitcoin die pompt omhoog, maar de altcoins die lijken daar nog niet zo heel veel onder te lijden te hebben. En moet je kijken, allemaal hartstikke mooie groene cijfers, dus ja, niks te klagen erin. Het verbaast me eigenlijk een beetje, want meestal als Bitcoin een 500 omhoog schiet, dan schieten de altcoins drastisch naar beneden, omdat heel veel mensen altcoin posities verkopen om mee te doen op die wilde rit van Bitcoin. Niets van dat al in dit geval, dus heel mooi. OmniceGo krijgt ook eindelijk een beetje beweging. OmniceGo bleef altijd een beetje achter, hè. Dat is ook zo'n hele mooie munt waarvan ik heel veel verwacht in 2018. Je ziet dat het erg donker is bij OmniceGo. Druk een keer op F5. Oh, er gebeurt van alles. Het gaat niet goed. Jullie hebben geduld, hè. Ik knip niks, hoor. Dit is de 30 minuten kaart. Dan zie je dat hij al mooi heeft boven. Maar kijk, ook OmniceGo ontzettend naar beneden gegaan de afgelopen periode. En je ziet dat hij hier al boven de weerstandlijn, die ik niet heel super mooi heb getrokken, maar die, daar is hij al bovenuit. Dus nu is het even kijken hoe ver gaat hij nog komen. Maar dat hij nog verder omhoog zal groeien, ja, daar heb ik eigenlijk weinig twijfels in. We zijn nog maar net begonnen bij OmniceGo. Dus er is nog heel veel momentum naar boven toe. Trek er zelf maar eens een Fibonacci bij, anders wordt mijn filmpje te lang. Ten slotte nog Dogecoin. Ik weet eerlijk gezegd niet zo heel veel van Dogecoin. Maar ik weet wel dat ik er een positie in heb genomen. En dat heb ik eigenlijk gedaan louter op basis van deze kaart. En hier heeft hij al een keer een flinke pump gehad en ook een dump. Nou, hier is hij nog veel hoger gegaan met zijn pump en dump. Er is vanaf, waar zitten we hier, 21 mei, 22 mei, is Doge in ontzettend verval geraakt. Heeft hier een hele tijd op dit niveau een beetje gepivoteerd. En nu moet je eens kijken wat er vandaag al is gebeurd. Een enorme sprong omhoog. En ik heb er een uur geleden voor 28 Satoshi heb ik er een positie in genomen. En nou ja, ik dacht, vertel het jullie even. We kijken wel even hoe ver die komt. Hè? Maar ik kan het toch niet laten om er weer even een Fibonacci op los te laten. Ik moet eens kijken hoe hoog het momentum is, hè, van die 31 waar we nu zitten naar die eerste weerstandlijn van 83 Satoshi. Ja, gaat hij zo ver komen? Wie zal het zeggen? Is dit een munt die ik voor de langere termijn zal bewaren? Nee, misschien sluimeren er bepaalde geheimen in Doge. En heb ik nu sommige Doge-enthousiasten liggen op het CRB getrapt. Maar ik wil van deze munt af op het moment dat ik hier een mooie winst op heb behaald. En ik ga toch echt hier ergens pas mijn verkoop, mijn sell-order plaatsen. Ik ga binnenkort nog een filmpje opnemen over sell-order plaatsen. Omdat ik daar onlangs nog een vraag over heb gekregen. En ik weet dat ik het eerder in een filmpje heb genoemd. Maar ik kon het niet meer terugvinden. Dus ik maak er een keer een apart filmpje nog van. Nou, CME Groep gaat dus over 2 dagen starten. Het wordt een hobbelige rit. Heel veel volatiliteit. Verwacht dat je soms in 1 keer 20-30% van je hele inleg kwijt bent. Als je een keer wakker wordt, raak daar niet van in paniek. Ga vooral ook niet verkopen. Hou de boel lekker bij elkaar. En laat dit spel zich maar eens mooi verder ontvouwen. Want uiteindelijk over de lange termijn, ja, the only way is up. Hè? Met die verdere adaptie die wij met z'n allen te gaan hebben rondom cryptocurrency. En ik ben er, hoe meer ik me erin verdiep, steeds meer van overtuigd dat gaandeweg heel de wereld in cryptocurrency alles zal gaan afrekenen. En daardoor zullen de traditionele munten, de fiat, centraal beheerde munten, door centrale banken aangestuurd, er zal een punt gaan komen dat deze munten te lijden gaan krijgen van de opmars van cryptocurrency. En dus gaan inflateren, waar cryptocurrency alleen maar omhoog gaat. Dus ook dat is een reden voor al die mensen in jouw omgeving om tijdig over te stappen op de crypto van de toekomst, op de munt van de toekomst, de valuta van de toekomst. Ik laat het hier eventjes bij. Een fijn weekend allemaal en let op je portfolio. Daag. Waar is mijn hand? Ja, daag.